Meldkamers, schoten gelost, schoten gelost. God voor potmonden. Oké, okay, toch wel. Stoppen nu. Zo, de vliegt ook hard, joh. Lekker man. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval Amor. En vandaag ga ik dan eindelijk met de Belgische politie op pad. Het heeft lang geduurd, maar ik heb wat leuks samen mee te stellen. Oh, daar ging een bandje van iemand kapot, geloof ik. Ik, samen met mijn collega, ik moet nog wel één ding aanpassen. Dat is task and clone menu. En dan was het look at player en dan assign to all. En dan stapt hij in ieder geval bij mij in als het goed is. Vandaag twee politievoertuigen die, of ja, vandaag zien jullie, of nu zien jullie twee politievoertuigen. We gaan vandaag de rechter gebruiken. Ik ben helemaal niet goed met Belgische dingen, zeg maar. Of ja, klinkt raar, maar ik heb geen idee wat alles is. Ik geloof dat de meldkamer dispatch heet en tot prio 1 flash is, maar je hebt ook wel gewoon prio 1. Dus dat ga ik allemaal niet gebruiken. Ik ga gewoon lekker prio 1, prio 2, prio 3 gebruiken. We gaan deze gebruiken. Ik begreep dat deze voor het buitengebied is en die voor in de stad. Maar ik vind deze eigenlijk wel vet. Dus ja, fuck it. Volgende keer pakken we gewoon deze. Deze dus, waar ik nu op spring. Voor de rest zijn er bijzonderheden die ik moet melden. Ja, vandaag geen Walter P99. Maar de Glock. Op de achterkant bij mij staat politie, maar ook gendarmerie of zoiets. Dat is dus in het Frans. Ik weet niet of dat weg had moeten zijn of tot het echt daar hoort te staan. In ieder geval, we gaan in onze T6 is het, geloof ik, zitten. Ja, T6. En we gaan de melding aanzetten. En we zijn gewoon vol inzetbaar voor alles wat op ons pad komt. Natuurlijk met de Belgische Belgische sirenes. Je hoort hem al. Voor de rest heb ik police 1 en police 2 aangepast en de ambulance. Dat betekent dat we dus wel Nederlandse dingen tegen kunnen gaan komen. Vrouwelijke collega's, als we die tegenkomen, zijn bijvoorbeeld Nederlands. Maar ook police 3. Kijk eens daar, police 3. Als je erover praat, dan krijg je hem al. De Audi dus. Die hebben we dus wel nog gewoon. Dus we zitten eigenlijk gewoon in een gebiedje met de Belgische en de Nederlandse politie. Ben je het daar niet mee eens, dan zou ik zeker zeggen stop maar met kijken. Want je moet het soms even doen waarmee je het... je moet het doen waarmee je het hebt ofzo. Je moet uitspraken gaan gebruiken die ik ken. En niet ter plekke denken van, oh kut, die ken ik hem niet. Dat is een ding voor de volgende keer. In ieder geval samen dus op pad met de Glock. Geen taser, want ja, die hebben ze niet. Dus we hebben eigenlijk alleen de Glock en een wapenstok en een zaklamp. En ja, voor de rest, komt helemaal goed, pikkies. Komt iets. Nope. Dat is een ja, op zich, ik neem hem nooit aan, hè, maar... Dat is die code 4. Ja. We hebben een melding georganiseerde straatrace. Dus er is niks strafbaars aan. Maar we kunnen wel even gaan kijken. Nu is de vraag natuurlijk. Waar is dat? Misschien is het gewoon hier de brug op, hoor. Ik denk hier beneden. Oh, ze zijn al aan het racen. Zo te zien. Ze verplaatsen zich. We gaan wel een beetje snelheid erachteraan gooien. Want er wordt verwacht van ons dat we wel bij die race zijn aan het handhaven. Oh. Een beetje bijsturen. Dat doen wij op dit moment niet. Dus dat moeten we wel even gaan doen. Knipperlichten. Ze zijn hier. Oh, hier zijn ze. Nee, dat gaat niet goed, jongens. Dat is... laten we het vooral netjes houden. Jou heb ik echt dingen zien rammen. Oké, okay, ze gaan alle drie vandoor. Meldkamer. Meerdere achtervolgingen. We gaan achter een voertuig aan. Oh, dan moet ik even de ambulance cancelen.
Kom uitstappen, vriend. Uitstappen. Ah ja, trouwens, ik ga natuurlijk ook niet Belgisch praten. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga niet onnodig amai en zo zeggen. En een beetje praten van politie staan blijven. Nee, dat gaan we allemaal gewoon niet doen. Je bent aangehouden. Ga naar een bureau. Daar ga ik iemand voor laten komen. Want ik moet namelijk nog door met andere verdachten. Stap in dan. Ik heb het interieur nog helemaal niet gezien. Dat is ja, goed genoeg. Lekker stap in. Maar mij niks uit waar je instapt. Als je maar instapt. Oké. Okay. Deze kant op. Hier zo. Oh wacht. We moeten die auto wel natuurlijk afslepen. Oké. Okay. Aan jou heb ik dus echt 4000 keer niks. Kom hierin, kom hierin, kom rennen, kom rennen, achter me aan. Ja, goed zo. Dan gaan we hier naartoe rennen en dan sta je nu naast de deur waar je moet instappen. Hier zou er dus nog eentje zijn ergens. Zo te zien hier. Oh, die is al aangehouden. Puikwerkpik. Ja, nou hebben we dus twee verdachten aangehouden. De andere ging al heel snel te voeten vandoor. En die zal wel iets verderop zijn aangehouden. Dat voertuig gaan we nog laten afslepen. En dan zijn we weer aanzetbaar. Maar die gaan in ieder geval deze kant op, maar die zal wel zijn aangehouden. Dat is van de map. Nou, die zal of ontkomen zijn of dood zijn, maar in ieder geval hij is niet meer op de map te zien. Voor de rest, ja, Belgische ambu dus nog. En dat zit eigenlijk. Nee. Oké, okay. Mooi. Meldkamer, melding afgerond. Oké. Okay. 12.01. Het is toch Brabo nog wat. Ja, we gaan een kijkje nemen. Met volle snelheid, 140, wat helemaal niet is toegestaan, gaan we richting een overval. Hier om het hoekje. Oeh, dat is een groot wapen. Oeh, dat is een heel groot wapen. Oké, politie. Dat is roos. Haha. Oh nee, laat maar. Kom naar buiten met je handen omhoog. Meldkamer, schoten gelost, schoten gelost. Oeh, ik ben geraakt. Wow. Ben je dood ofzo? Oké, okay, collega mij komen naar binnen. Iedereen handen omhoog. Ja, ja, oké. Okay. Verdachte. Uitschakeld. Oh nee, was niet roze. Het is gewoon een MP5. Maar hij bugde een beetje, denk ik. Oké, okay, wapen veiliggesteld. Meldkamer. Kom maar een ommetje deze kant op met spoed alsjeblieft. We hebben een verdachte neergeschoten. Oh, er komt meteen een brandweerauto, dat is ook niet nodig, maar de ambulance is toch eerder. Nu moet ik wel zeggen, dat heb ik al gezegd geloof ik, ik heb echt geen idee van die sirenes. Dus, die sirene die je nu hoort, ik weet niet of dat een ambu sirene is in België. De sirene die ik heb bij mijn T5, T6, ik weet ook niet of dat een ambu sirene is. Of een politie sirene, maar goed. Brandweer komt ook en die is snel jongen. Hoi collega's. Jullie komen ook even kijken.
Ik vind die op zich wel vet hoor, die T6. Met die skin, met dat geel. Ja, dat is wel een nadeel van de Ambu. De skin was voor een auto gemaakt die ik niet zo heel mooi vind. Of ja, de auto op zich is wel vet. Maar met de... tot die zo snel verdwijnt. Is hij nou dood of niet? Ja. Deze melding is ten einde. Goed werk. Oké. De man is uit, we gaan hem in ieder geval laten weghalen door de begrafenisondernemer. En dan doen wij zo meteen even iets handigs en dan... Oh god. Kom, stap in. We hebben een nieuwe melding. Melding dronken persoon. Openbare dronkenschap is natuurlijk verboden in Nederland en ook in België. Prioriteit 2. Is dit nou een Audi? Moet die erin staan? Hij heeft wel geen kenteken achter. Dat is natuurlijk een RS4. Of een A6. Oh, dat is de A6. Oh ja, daar heeft... Oh ja, dat was dat. Kijk, hier zie je het wel goed. Heb ik ook al doorgegeven hoor aan Sys Games. De kleur van de auto bepaalt ook de kleur van het kenteken. Dus hij heeft het kenteken zeg maar bij de auto geplakt. Waardoor als hij wit is, de auto, dan zie je het kenteken. Is hij zwart, is het kenteken ook zwart. Dus het is niet geel, maar zwart. Of wit moet die zijn om het kenteken zichtbaar te maken. Daar loopt die. Godverpotmonde. Even dachten. Collega, alles oké. Oh, andere mensen. Waarom kan ik niet meer schieten en hij wel, vriend? Rustig. Hop, laten vallen. Mensen, ga hier potmannetje weg, hé. Ik kan niet schieten als... Zo. God, man, de zuur, hé. Ja, hier, ik ga hem in ieder geval weg laten halen. Maar ik ga niet meer weer ambulances vragen. Ik, ja, zoals jullie weten, of te moeten vertellen, ik ben op vakantie geweest. En de video's die tijdens mijn vakantie online zijn gekomen, hebben jullie tot en met 12 augustus kunnen zien. Maar alles daarna heb ik, of ik had tot en met 16 augustus geloof ik opgenomen. En al geüpload voordat ik op vakantie ging. En dit is dus allemaal weer na mijn vakantie opgenomen. Dus het is allemaal actueler. Normaal gesproken, ja, dat heb je dus heel mooi gezien. Ik kan gewoon 3 weken weggaan. En ik kan nog steeds in die 3 weken elke om de 2 dagen een video uploaden. Maar nu moet ik weer even aan de bak omdat ik dus 3 weken niet heb kunnen opnemen. Dus het is allemaal veel actueler. Ik heb nu dus weer even heel veel video's, of ik moet nu even heel veel video's gaan maken om weer te kunnen blijven uploaden, als het ware. Die lijkt mij onder invloed. Maar wat ik daarmee dus, waarom ik het opeens, waarom het mij opeens binnenschoot. Is omdat ik wilde zeggen
Het is echt wel even wennen allemaal, want voor mijn vakantie heb ik GTA 4 opgenomen. En daarna heb ik echt heel lang niks meer. Daarna heb ik ook geen GTA 5 meer gespeeld. Dus al die knoppen, dat is wel even wennen. En dat richten en dat schieten. Oh. En hij crasht. Oké, daar zijn we weer. Ik kom meteen een motorrijder die mij al opviel. Ik kwam vanuit de parkeergarage zonder helm. Ja, dan trek je mijn aandacht. Negeren stopstreep. Hier ook. Hoi, even stoppen. Ja, nu helemaal doen. Even daarachter stoppen. In zijn vrij. Zo. Wat was er ook alweer? Negeren, stop, streep en geen helm. Goedendag, waarom krijg ik niks in beeld? Nou, waar was je helm? Ik was gewoon van lekker weer aan het genieten, agent. Heb je een rijbewijs voor mij? Oké, dankjewel. Even kijken. Stop sign 2 keer, krijg je 1 keer van me en geen helm. En het gevaarlijke rijgedrag wat je daar allemaal omheen. $250 maar. Nou, kom je goed mee weg. Oké. Okay. Keuring bedraagt $250, vraag me niet hoeveel euro dat is. 220 of zo. Okay. Mag u weg vervolgen, krijgt het thuis gestuurd. Fijn nog verder. Ik word te gek van jou. Moment dat ze een... moment waar ze staan, kiezen ze dichtst bij zijn de deur. Nou, dat is blijkbaar ergens waar je niet in kunt. Dus dan moet je uitstappen, want ze kiezen geen andere deur. Ze blijven bij die deur staan tot ze instappen en dat gebeurt dus niet. Oké. Okay. Ambulance vraagt assistentie van ons. Opgeschaald naar een hoge urgentiemelding, prio 1. Ah jongens, jullie staan... Oké, het lijkt erop dat ze het zelf best goed af kunnen. Dat betekent dat wij even naar de andere kant gaan. Geeft ons een mogelijkheid om meteen bij de verdachte te komen. Toch niet. Oké, okay, toch wel. Stoppen nu. Goed, je bent aangehouden. Niet antwoordverplicht. Ga jij je collega overhaven moet een ambulance laten komen. Weet je, dat mag je zelf doen. Oké, okay, jij gaat met ons mee. Eerst gaat hier staan. Heb je voorwerp bij die je bij mag hebben, ga je fouilleren. Oké, okay, een kleine foto heb ik gevonden, dat is niet strafbaar. Hè? Waar zit je nou? Ah, hier, oké. Okay. Blijf dan maar zitten. Succes met hem. De aangifte kunnen we komen doen op bureau. We zijn met z'n tweeën, dus dat betekent dat we heel goed een... Oh, andersom sturen. Dat we heel goed een verdachte kunnen transporteren. Dus dat gaan we ook doen.
Ja, het verhaal was dus, ambulance werd waarschijnlijk lastig gevallen door misschien wel hun, hun slachtoffer. Sorry. Ja, bij aankomst was er een groot gevecht bezig. Het was echter 2 tegen 1. En de ambulance leek ook best wel te winnen. Ik zag een paar rake klappen vanuit hun. Vervolgens, toen we omdraaiden omdat we de ambulance volledig de weg blokkeerden. Daar het steegje in kwamen, zagen we eigenlijk dat de ambulance toch een ervan, of dat een van de twee had verloren. Ja, dus dat is een beetje stom. Die was even aan het slapen. Zijn collega gaat hem oprapen. Ja, wakker maken. En eventueel een tweede ambulance ter plaatse laten komen. Wij gaan de melding afronden en we zijn weer inzetbaar. Yo. Ja, vertel. Wie? Ada. Staan blijven. Wat nog eens, staan blijven. Hey vriend, luister, je bent aangehouden. Ik, au. Waarom kan ik hem aan de kant? Oké, okay, dan gaan we maar glokken. Handen omhoog. Op je knieën gaan zitten en dan gaan liggen. Heel goed. Een aangehouden verdienste van een tas. Niet te antwoord verplicht in recht om een advocaat. Heb je dat begrijpen? Oké. Okay. Goed. Dan gaat met een collega mee, want wij moeten die tas terug gaan brengen. Heb jij verder nog spullen bij die je bij mag hebben? Ik ga even fouilleren en hopelijk die tas aantreffen. Anders moet je even de route erna gaan lopen die jij heeft gerend. Dat is niet fair. Oké, okay. Kom maar. We gaan je hier geven aan de collega's. Rij maar door. Hup. Rij door. Oh, oh, oh. Zo te zien hoeven wij geen tas meer terug te brengen. Nee. We gaan even kijken bij een gevaarlijk rijdend voertuig. Wordt gemeld, hij reed rood. Nog een keer. Daar is iets mee, een Porsche die super langzaam rijdt. Dat is niet logisch. Oh, hij gaat er wel vandoor, saai. Oké. Okay. Oh, dat is achteruit. Oh, die is snel opeens. Ja, logisch, het is een Porsche. Rechts, links, vrij, oké. Okay. Meldkamer achtervolging, graag de Zulu. Ik weet niet hoe het in België heet. Kant. Zo, de vliegt ook hard, joh. Lekker man. De Nederlandse Zulu komt ons helpen. Kan niet anders dat de verdachte hier naartoe komt. Dus oké, okay. Rijdt zichzelf toch klem daar. Of ja, het is of hier naartoe komen of zichzelf klem rijden. Dus. Zo dat ding. Uitstappen, vrouw. Ik kan één niet meer gebruiken, joh.
Ja, dan moeten we maar meteen weer de vuurwapens gaan trekken. Je bent aangehouden. Oh, mooie Audi. Oh, zonde. Oké, heel goed man. Vrouw. Transport je deze kant op, kunnen wij nog geen melding af, aannemen en dan gaan wij de video beëindigen. Goed, daar ben ik weer. Hey, ja, soms crash je game gewoon een paar keer achter elkaar en dan denk je van bla bla bla, ik heb geen zin meer. En dan zie je ook nog dat je eigenlijk al 32 minuten bezig bent en hoe langer je bezig bent, hoe minder mensen echt de volle video gaan kijken, denk ik altijd maar. Dus het lijkt me gewoon beter dat ik nu gewoon stop en dan gewoon door kan gaan met video's voor over 2 dagen en over over 2 dagen en langer. Dus gewoon mijn nieuwe video's eigenlijk. Ik heb jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heel toffe video vonden. Ik ga nu wel meteen met deze opnemen. Dus dan heb ik daar al... Want kijk, ik heb nu mijn hele game eigenlijk omgeswitcht. En dat kan ik in één... Dat kan ik wel weer heel makkelijk terugdraaien. Maar ik kan niet weer terugdraaien naar Belgisch. Dus ik kan beter nu gewoon meteen nog een keer Belgisch opnemen. En daarna weer alles Belgisch eruit halen. Zodat ik weer Nederlands heb. Dus ja, dan heb ik dat al. Dus... Stel jullie zeggen nu allemaal in de comments van ja nee dat willen we niet, nooit meer zien en bla 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 lelijk en nooit meer die T6 gebruiken. Ja dan een beetje pech want ik heb er al mee opgenomen voor de 2e keer. Maar daarna de 2e keer luister ik gewoon naar jullie. Oké, tot over 2 dagen. Doei.